motor. Iedere Belg en Fransman die langs Breda kwam, werd gisteravond staande gehouden door de politie. Die doorzocht vervolgens de auto's op softdrugs. Deze Fransen hadden weliswaar geen wiet of hash bij zich, maar ook geen papieren. En als je dan goed in sommige auto's kijkt, dan vind je ook nog wel eens iets anders. Ja, de collega's komen dit tegen op de achterbank. En ja, dat is niet normaal, zeg maar, dat daar een pistool ligt. Achteraf blijkt het om een speelgoedpistool te gaan. Maar als je hier een postkantoor mee binnenloopt op deze manier, dan denk je dat je wel je geld afgeeft. Dus dan ben je op zoek naar softdrugs en dan vind je iets anders. Ja, hij zegt dat het van zijn zoontje is en dat het op de achterbank is blijven liggen. Maar ja, het is natuurlijk wel heel bijzonder dat we het op deze manier aantreffen. Deze Golf is uit het verkeer gehaald omdat hij een Belgisch kenteken voert. En op het moment dat de deur open ging, kwam er ook een enorme wietlucht naar buiten. En nou zijn ze je auto aan het doorzoeken? Zenuwachtig? Ja. Nee. Nee. Absoluut niet. Jullie zijn meubels eens wezen uitzoeken in Nederland? Deze keer wel. De twee inzittenden zijn gefouilleerd, aan de kleding onderzocht. En nu wordt ook de auto bekeken of er eventueel ook verdovende middelen nog aan boord zijn. Het feit dat ik hier nu sta met één jointje is toch omdat ik niet meer echt wil gaan aankopen. Maar ja, soms is het sterker als mijzelf. Als iemand nou zegt van, goh, ik ben in Amsterdam geweest, ik heb daar een paar jointjes gehaald, ik ben nog in Nederland, ik was helemaal niet van plan om het mee naar huis te nemen. Zijn ze dan strafbaar? Kunt u dan nog iets doen? Ja, omdat zij op weg zijn naar het buitenland is er sprake van uitvoer van verdovende middelen. En je mag geen verdovende middelen uitvoeren, ook niet beneden de 5 gram. En dan ben je dus strafbaar, maak je schuldig aan een misdrijf. Het is volgens mij een zeer slechte zaak. Het gaat alleen maar mensen crimineler maken. Want we worden allemaal geboren gelijk dat we geboren worden. En hoe meer men mensen tegenwerkt, hoe crimineler dat je eigenlijk wordt.